Hier staan we bij de Weigelia. Is een bladverliezende heester die heel erg opvalt door zijn bloei om deze tijd. Weigelia heet die in het Nederlands en daar zijn ondertussen ook al heel veel varianten van. Zoals je hier wel om je heen kan zien, er zijn allemaal Weigelia soorten met weer een andere bloemkleur, maar een dankbare plant. Kan je overigens heel goed stekken. We staan hier bij de Syringa vulgaris en dat is de echte sering. Is meestal geënt op een wilde sering, op een onderstam van een wilde sering. En daarom ook altijd gevaarlijk om iemand een stek te geven die uit de grond komt. Want die heeft toch weer andere bladeren en veel kleiner bloemetje. Maar dit is de Syringa vulgaris. Ik sta hier bij de kweepeer en de kweepeer wordt ook wel genoemd Genomelis. En Genomelis heeft ook stekels. Hij heeft namelijk stekels op de takken, dus het is 's winters wel een beetje lastig en daar moet je om denken. Hij wordt gebruikt vanwege de bloem en als de bloem uitgebloeid is, dan kan het zijn dat er een soort kweepeer gevormd wordt. En hier zit er toevallig een aan. En deze die wordt verder niet ontwikkeld. Want die is nu aan het afsterven, zie ik wel. En dan staan we hier naast twee soorten beplanting die eigenlijk voornamelijk op arme zandgronden voorkomen. En dit noemen we heide. En we hebben hier twee soorten. We hebben hier de Erica. En dat is deze. En die heeft naalden. De Erica heeft naalden. En de Caluna, dat is de dopheide, die heeft schubben. En dat is deze. Als je er niets aan doet, dan wordt heide steeds hoger, hoger, hoger. En dan is het ook logisch dat daaronder allemaal dor materiaal ontstaat. En dan is het ook zeer brandgevaarlijk in droge tijden zoals nu. En dat ja, is hier niet zo van toepassing, maar zo ontstaan er heel vaak heidebranden. Cotinus cochigria en dat is de pruikenboom. Een prachtig mooie bloem die, de naam zegt het al, zich als een pruik gedraagt en zo ook mooie vormen aanneemt. Is een plant uit het zuiden van Spanje en Frankrijk. Daar doet hij het ook volop. Is er ook in een roodbladige vorm, maar toch wel een hele dankbare plant. We hebben daar nog een heel mooi rood bloeiende meidoorn staan. En dat is toch wel mooi om daar eventjes aandacht aan te besteden. Want de meeste meidoorns, dat zijn de Crataegus monogyna, dat zijn de eenstijlige meidoorns. Maar de Crataegus oxyacanta, dat is de tweestijlige. En dan is dit de Pals calid. En ja, dat is toch wel een hele mooie rood bloeiende meidoorn. Hier staan we bij de hazelaar. Hij staat hier in vol ornaat en zo ziet hij eruit in de zomer. En het is nu 15 juni en nu zie je de hazelnootjes al zitten.
Dus het wordt dit jaar toch een heel goed hazelnootjaar. En daar komen ze aan. We staan hier bij de gele cornouille. En de gele cornouille ziet er nu op dit moment zo uit. En heel mooi te zien is dat er aan de boven in de struik een kamperfoelie is meegelift. En die doet het ook geweldig goed. Dus dit is wel een heel mooie samenwerking. De gele cornouille die bloeit in februari al met hele mooie gele bloemen. En dit is zoals die nu is. En de vruchten zitten er ook al in. Hier zijn de vruchten van de gele cornouille. En het is een hele mooie, struik die heel veel bedekking geeft. Een goede struikvormende plant. Rosa rugosa, de gewone bottelroos in vol ornaat. En de bottels die zitten er al in, zijn nu nog groen. Maar dat zijn echt de doorsnee, de meest voorkomende rozenbottel die je tegenkomt. En dit is een hele dankbare plant die het, als je het goed doet, eruit ziet zoals dit. Ze kunnen in witte bloemen zijn en er kunnen lila bloemen in zitten. Dat kan verschillen en een kruising tussen lila en wit naar roze toe. Hier staan we bij de Cornus causa, ook een cornouille die een prachtig mooie bloem heeft. En straks komen er ook hele mooie grote bessen aan. Zitten hier al voorin, hier zit de bes die dan straks gaat uitgroeien. En daar zijn de vogels straks wel gek op. Berberus tunbergi of de zuurbes. Bloeit heel mooi geel in het voorjaar. Heeft hele vieze stekels hier. Die zijn nu nog zacht omdat die vrij jong is. Maar als ze ouder worden, dan worden ze taai. En dan is het geen prettige plant om te snoeien. De zuurbes. Wel een dankbare plant. En vaak werd die gebruikt als klein haagje. Je hebt hele grote gebieden in steden waar ze de zuurbes altijd als haag gebruikten. En het is goed tegen indringers. Dat is een ding wat zeker is. Rosa canina, de wilde roos. Mooi exemplaar, hele mooie bloemen. Insecten zijn er gek op en de bottels zijn ook heel goed te eten. Rosa pimpinellifolia. Dat is dit hele mooie roosje. En wat hier in Lauwersoog gewoon in het wild groeit, tussen het riet en heeft flinke dorens, of stekels eigenlijk, en is ook een dankbare waardplant voor heel veel insecten. De meidoorn, de Strategus monogyna. Hier staat hij in volle naad. Zo wordt hij als hij met rust gelaten wordt. Regelt het zelf. Er komen zo meteen hele mooie rode besjes in. En de monogyna, ze noemen hem monogyna, want dat noemen ze eenstijlig. En dat betekent dat de besjes die eraan komen één pit bevatten. En daarom is die ook monogyna, zeg maar. Daar kan je hem heel goed aan herkennen. Bloeit wit
En ziet er nu op dit moment zo uit. Vlak voor de langste dag. Dankbare struik. Buteleia Davidii. En deze is nog niet in bloei. De bloemen van vorig jaar zitten er nog wel in. Zijn ook duidelijk te zien. Daaraan kan je zien dat het ook wel een Buteleia is. Het zal nog eventjes duren. En dan ziet deze struik er ook weer prachtig uit. Een lokplant voor enorm veel vlinders. Als die straks gaat bloeien, dan wemelt het van diverse soorten vlinders die daarop afkomen. Ligusterum vulgare, de gewone liguster, klein blad, smalbladig, kan heel goed gebruikt worden voor een heggetje. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat hij ook een hele mooie bloemvorm heeft. Dat is zoals hij er nu uitziet. Hij is net begonnen te bloeien. En er is nog een broertje van hem, dat is Ligusterum ovalifolium. Ziet er gelijksoortig uit met een breder blad. Wordt ook erg veel als haar gebruikt. En die blijft iets langer groen als deze Ligusterum vulgare. Een heel mooi exemplaar. Heel aparte geur als die bloeit. En hier staat toevallig nog een wilde roos bij in. Maar dit is wel een heel mooi plaatje om te laten zien wat een Ligusterum vulgare kan doen. En hoe die uiteindelijk gaat worden. We staan hier bij de krent, de Amelanchier, Levis villosa, vroeger ook wel Amelanchier lamarckii genoemd. Een hele dankbare plant, bloeit in het voorjaar prachtig en er komen soort krentenachtige bessen aan. Vogels zijn er gek op, als de krenten rijp zijn, dan is de boom ook snel leeggepeuzeld door de vogels. Rosa rubiginosa, oftewel in het Nederlands de eglantier, hoort echt bij pioniersgebieden, zaait zichzelf ook erg goed uit, lijkt erg veel op de Rosa canina, maar het verschil tussen deze en de hondsroos is dat de Rosa rubiginosa heel erg naar sinaasappels ruikt. Dus als je zo'n blaadje ruikt en hier ook, het ruikt hier zo lekker. Viburnum opulus, de Gelderse roos. Bessen zijn giftig, ook voor dieren. Dus beter niet planten waar beesten lopen. Prachtig mooie struik met platte bloemschermen met lintbloemen of randbloemen. En is een hele mooie om te zien ook. Hij is nu bijna uitgebloeid. Het zaad gaat zich vormen en dan komen de mooie rode bessen aan. Prunus spinosa, de sleedoren. Erg belangrijke plant voor vogels. Ze vormen nu al bessen en hier kun je ook al zien aan de tak dat de bessen al wat blauw worden. En nu is het zo dat er in de herfst zijn de bessen op zijn fijnst wanneer er een vorst overheen is gekomen. En dan zijn ze echt heel mooi blauw en dik. En als de vogels dan ervan eten, dan worden ze ook een klein beetje dronken. Want dan gaan die bessen gisten. Sleedoren, dus een enorm belangrijke struikvormer. Die altijd aan de rand van de bosgebieden staat. Hij moet veel licht hebben.
En als die op een gegeven moment overwoekerd wordt door anderen, dan gaat hij verder kruipen. Want hij kruipt als het ware gewoon verder. We staan hier bij de kardinaalsmuts. Een prachtig exemplaar. Heel goed gevormd, vol met spinselmot. En het mooie van deze struik is dat hij groen hout heeft. En hij lijkt een beetje vierkant hout te hebben, omdat hij nerven op de zijkanten heeft. Dus het hout lijkt wel een klein beetje vierkant. Euonymus europaea. Nou, we staan hier aan de rand van een bos. En altijd is het zo dat aan de rand van alle groengebieden, daar vind je deze structuur van struikvormende heesters die zich een plekje zoeken, daar waar kan. En dan zie je hier heel duidelijk dat de opbouw zich zo heel natuurlijk plaatsvindt. De sleedoren die onderaan zit en over de bodem deze kant op kruipt. Er staat daar de cornoelje erachter, die gaat al overheersen over de sleedoren heen. En daar staat er achter alweer de esdoorn, die als die groter wordt heel veel schaduw geeft. Dus dit is een heel mooi voorbeeld van de randbeplanting, hoe dat altijd in beweging is. En als je er niks aan doet, dan kruipt die als het ware gewoon naar buiten toe. Prachtig om te zien hier.